Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go video op Crazy Koen. Super tof dat je weer kijkt. Zoals je ziet is de setting van vandaag een klein beetje anders dan bij mijn meeste video's. En dat heeft ermee te maken dat buiten al het nieuws, zoals de Go Fast Shinies, de update van de Research Challenge en Armored Mewtwo, ik me vandaag vooral klaar ga maken om naar Dortmund te gaan. En ook straks daadwerkelijk in de auto ga stappen om terug te rijden naar waar mijn Pokémon Go YouTube avontuur allemaal begon. Jullie neem ik natuurlijk mee. En vind je deze video nou vet? Geef hem dan een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk voor meer, want deze GoFest video is de eerste van minstens twee. Ik ga natuurlijk mijn hele GoFest experience ook vloggen. Er zijn meerdere Pokémon Go YouTubers in Dortmund. Hopelijk kunnen we daar nog iets mee doen en duiken die nog op. Het wordt in elk geval heel vet. Shiny Nidoran hoop ik sowieso toe te voegen. Dus er zijn een heleboel shinies die je kunt vangen op GoFest. Maar eerst moet ik ietsjes opschuiven en in gaan pakken. Zodat mijn tas klaar is en ik alles bij me heb dat ik nodig heb om Dortmund tot een groot succes te maken. Ik ga snel inpakken en dan gaan we rijden. Dortmund wacht. Inmiddels zijn we er en de eerste vraag die we ons nu gaan stellen is Shiny Diglett. Nee, geen Shiny Diglett, maar positief nieuws, we zijn in Dortmund, we zijn zonder ongelukken in Dortmund aangekomen, altijd gunstig. En we gaan zo meteen dus hier de boel verkennen, kijken of er in de binnenstad al lures te vinden zijn. En je ziet het net in beeld, trending, Armored Mewtwo is coming to Pokémon Go. Daarover straks meer. Welkom in Dortmund, wat voor jullie een stukje van 20, 30 seconden hooguit was, is voor ons bijna 3 uur van ons leven geweest. Maar we zijn goed aangekomen hier in Dortmund. We zitten op ongeveer een half uurtje lopen van het Westfalenpark af. En ik had gehoopt te kunnen starten met wat shiny checks. Die zijn hier nu alleen niet. Er zijn natuurlijk genoeg shinies om te ontdekken. Zo is de Slakoff goedmaker begonnen. Dat betekent dat we tot zondag Shiny Slakoff kunnen vangen in grotere getalen. Als je Slakoff evolueert in een Vigoroth en volgens Vigoroth weer in een Slaking, leert Slaking de speciale move Body Slam. Als dat dus je ding niet is, evolueer dit weekend geen Vigoroth, want je krijgt een Slaking met Body Slam. De Shiny voor Pokémon Go Fest is ook bekend en dat is Shiny Nidoran Male. Eigenlijk wisselen Nidoran Male en Nidoran Female van kleur op het moment dat ze shiny zijn. Nidoran Female wordt roze in haar shiny variant. En Nidoran Male, je gokt het waarschijnlijk al, wordt blauw. We gaan dus op zoek naar de blauwe Nidoran tijdens GoFest. Maar eerst, maar zoals je ziet, er is hier een gym, een rode gym met daarboven een ei. Karen en ik gaan eerst kijken of we Pokécoins kunnen winnen door deze gym te verslaan. En ik zie een, ja, een shiny check, Caterpie. Gewoon, helaas. Ik heb al gezien dat onder andere Myung heel lekker bezig is in Nederland met het vangen van shinies. Ik heb van sommige andere Pokémon Go YouTubers hun video's al gezien. De shinies op Dortmund lijken echt fantastisch. Ik kan dus niet wachten tot morgen als we gaan spelen. Terwijl Karin mij in de spiegel iets laat zien. Ik vang dan misschien wel geen shiny. Zij doet het wel, ik zei het al, hij is er. De shiny Slakoff is terug. Zie ik de Slakoff überhaupt dan? Ja, daar is hij. Hier komt hij. Shiny Slakoff. Shiny Slakoff. Nee. Gewone Slakoff. Nou, dan maar de teleurstelling afreageren door die rode gym blauw te kleuren. Zodra we dat gedaan hebben, gaan we zo kijken of we hier... Hij rent me zelfs weg! Hoe? Dat was een actieve Slakoff dan dus. Oké, gym verslaan. Gym wordt ook al aangevallen en alle Pokémon zijn nog steeds vol. Dus ik heb het idee dat iemand bezig is met bijvoeren. We gaan kijken of we een deuk in dit pakje boter kunnen slaan.
Het is natuurlijk een illusie om te denken dat wij de enige Pokémon Go trainers, Pokémon Go spelers in dit hele hotel zijn. Dus deze gym is waarschijnlijk een van de meest begeerde gyms op dit moment hier in dit hotel. Een van de meest begeerde dingen. Op zich maakt het niet eens zoveel uit of we hem nu daadwerkelijk kunnen veroveren of niet. Want ik heb een field research die ik moet volbrengen. Dat is win 3 gym battles. GoFest Global Challenge is dus voltooid. Uit al die Global Challenges kunnen shiny Pokémon komen. Ik zal een overzichtje van alle Pokémon die uit deze challenges kunnen komen in beeld zetten. Welke Pokémon eruit komt is volstrekt willekeurig. Je krijgt één van die Pokémon, maar wel met kans op shiny. Dus zodra we deze gym door zijn, gaan we kijken of er daadwerkelijk een shiny uit deze check komt. Ik ben heel benieuwd. Dit wordt een uitdaging. Karin is opnieuw begonnen. Ik was met een team van alleen Machamps in de veronderstelling dat wij dit samen zouden doen. Dus ik ben nu met een legertje Machamps bezig een Dragonite te verslaan. Dit duurt even. Gelukkig voor jullie kan ik dit doorspoelen. Yes, eerste ronde complete. Gaan we. Shiny check. Scyther. Nice. Alleen wel jammer dat hij gewoon is. Ik ren snel weg, we gaan snel door met de gym. De gym battle werd helemaal niks. Probeer maar eens in een, op dit moment, Pokémon Go knotsgekke stad in een hotel waar waarschijnlijk allemaal Pokémon trainers zitten, een gym te verslaan. Het duurde zelfs zo lang met bijvoeren dat de verdedigers nieuwe Pokémon in de gym konden zetten. Dus we verwisselen nu van team tegen team proberen gyms af te pakken naar team met team deze Alolan Raichu te gaan verslaan. Alolan Raichu heeft namelijk kans op een shiny vorm en die heb ik nog niet. Bovendien vind ik Alolan Raichu sowieso vet, dus we gaan Karin en ik samen in elk geval, wie weet met hulp, kijken of we deze Alolan Raichu aankunnen. En daar gaan we voor de shiny Alolan Raichu. Het is een gewoonte geworden, die tot nu toe nog niet heeft geholpen. Maar één keer moet toch de eerste keer zijn. De laatste keer dat we in Dortmund waren, zaten we niet echt in Dortmund zelf, maar in een stadje er net buiten. Dus ik heb buiten GoFest Pokémon geen Pokémon met de Dortmund geotag. Ik ben nu dus best wel keen daarom om een Dortmund Raichu in dit geval dan te pakken, die gewoon mijn Groudon gaat uitschakelen, zo te zien. Ja, doet hem gewoon. Wat een man. Ik kreeg in elk geval Rare Candy, dus wat dat aan gaat, de raid is sowieso geslaagd. 18 kansen. Ik durf haast niet te kijken, want ik weet vrijwel zeker dat dit een gewone is. Ja, hij heeft nog niet lang genoeg in de zon gelegen. Een gewone Alolan Raichu. Maar het is wel een Duitse Alolan Raichu en die heb ik nog niet. Alle reden om hem toch wel te pakken. En daar is hij. Klik, eerste bal. Raichu was caught. Certainly caught attention. Want daar gaat dus ruilmateriaal. Hij is binnen. Shiny Slakoff. Nee. Shiny Diglett. Ook niet. Hopelijk heb ik morgen op het GoFest meer mazzel. Ik weet sowieso dat op het GoFest het aantal spawns hoger zal zijn dan wat we hier hebben. Die Voltorb kan sowieso niet shiny zijn, maar die pakken we natuurlijk nog even mee. 3, 2, 1. Klik. Ik had het al gezegd, het Slakoff weekend is echt begonnen. Karin en ik hadden allebei een shiny Slakoff. En aangezien de vorige me wegrende, pak ik nog eventjes een Golden Raspberry. Gooi ik de Great Ball mis en nu wel raak. Gaan we hopen dat hij er is. Dan is de eerste shiny van het Pokémon Go Fest weekend voor mij binnen. Voor Karin de tweede. Ja, daar is hij. Gotcha, Slakoff was caught. De 10 die ik wilde halen toen ik dit met Reversal en Tonton deed, zouden nog steeds kunnen. Is dit er dan ook een? Nee, geen back-to-back. Shiny Grimer dan? Ook niet. We zijn begonnen aan een kleine verkenning van het centrum van Dortmund. In elk geval in de buurt van ons hotel. Het wordt niet heel lang, maar ik neem jullie toch nog even mee.
we gaan nog een klein beetje shiny hunten. Het mooie van verkennen met behulp van Pokémon Go is dat je gewoon op de kaart kunt kijken. Kijken waar je groene stukjes ziet, zoals hier. Dan weet je, er is een Pokéstop die je kunt spinnen. En er zal hier dus wel iets zijn om te ontdekken. Catch 10 normal types, gooien we weg. Ik wil eigenlijk mijn eieren nog even laten uitkomen. Ik heb een adventure pack gekocht. Waardoor ik vrijwel al mijn eieren nu aan het uitbroeden ben. Over nu trouwens, 5 van de 5. Komt mijn 5 kilometer rij uit? Ja, kijk, daar is hij. Wat zit erin? Direct 2 GoFast checks. Sneasel. Niet fantastisch. Maar is niet erg. We gaan direct 2 dingen doen. Dat is ten eerste 2 kilometer rij in de incubator. En 2 shiny checks. Nummer 1. Wat is het? Een Scyther. Weer. En weer niet shiny. Is de derde dan ook een Scyther die wel shiny is? Het is een Meditite. Niet shiny. Daar waren de checks. Het is trouwens voor de Global Challenge van Team Mystic nauwelijks meer nodig. De GoFast Challenge is al gecomplete, dus wij lopen morgen zeer relaxed rond. Maar we gaan natuurlijk alle research tasks wel doen. We zijn er bijna, ook als Team Mystic. Team Valor komt daar redelijk snel achteraan. En zoals verwacht, Team Instinct als kleinste team heeft iets meer moeite. Maar alles is nog on track. Het gaat er allemaal aankomen als we zo door blijven gaan. Dus keep it up. Wij gaan ook door. Onze korte wandeling is echt super kort. 2 dingen nog die ik vandaag samen met jullie ga doen. De eerste is een shiny Diglett check. Gaat ie? Dat mocht helaas niet zo zijn. De teller voor nu zal blijven staan op 1. Er is hier een gele gym. Hopelijk is het hotel waar wij nu tegenover staan iets minder gevuld met Pokémon trainers dan het hotel waar Karen en ik in zitten. En kunnen we deze gym daadwerkelijk blauw maken? Dat is wat wij gaan doen. Morgen ga ik naar GoFest. En natuurlijk gaan we dan de questline van de GoFest research doen. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid gewoon Jirachi met wel iets andere beloningen als ik vandaag goed gekeken heb. Maar Jirachi in elk geval. Ik ga mijn team selecteren om deze gym te verslaan. Ik wil jou super, super, super hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je heel veel shinies mag vangen op GoFest of ergens anders. Vond je deze video nou vet? Geef hem dan een duimpje omhoog. Abonneer voor meer en druk dan ook op het belletje zodat je notificaties krijgt van de video's die gaan komen. Want het zijn GoFest video's. Wie wil dat nou niet zien? Ik was Crazy Koen. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende Pokémon Go video. How do?